Hallo lieve mensen, hallo lieve mensen, hallo, 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 welkom hallo. Terug. Hallo Roy. Welkom hallo. Bij een nieuwe aflevering, aflevering 6 van Roy en Vincent Overleven. En ik zie een witch, Roy. Goed dat je hier bent. Ja, sta buiten hier. Oh my god. Ben je dat? Oh, hij ziet me. Of het, of zij ziet me. De mensen, na het intro gaan we verder. Oké, people, let's go to work. Rowi, ik heb gelezen dat witches doen houthakken is geen kwaad. Dus ik doe gewoon alsof ik nu een houthakker ben. Oké. Dan komen ze niet naar je toe. Dat is heel raar. Dan moet je een hakbel in je hand. En dan moet je heel veel bomen gaan hakken. En dan denken hun van hij is een hakbelman. Wat? Ja, en dan doen ze je niks. Wat heb jij gelezen, joh? Nee, dat was een geintje. Tuurlijk niet, Rowi. Er zit er wel echt überhaupt ja, een witch bij. Ja, er zit een witch, ja, buiten. Maar er zit sowieso, er zijn heel vaak witches aanwezig hier, heb ik maar gemerkt. Mm-hmm. In deze omgeving. Dus, Wat Erik doodgeschoten voor zijn skeletten. Oh. Nice. Get him, Erik. Oké. En even kijken. Dood, die is dood. Ik ben hier bezig, jongens. En ik ben heel veel bomen aan het hakken voor ons huisje. Want we hebben best wel wat hout nodig, hè? Als we dadelijk de witch samen gaan aanvallen. Kan, maar wat krijg je eruit? Weet niet. Portions? Of Kan, volgens mij dropt ze wel eens... Heel potion, ja, dan moet je naar buiten komen. Dan kunnen we de witch aanvallen. Moet je al zwaar meenemen. Ik weet waar die zit. Ja, kom maar. Ik ben hier, Erik... Erik, doe je mee? Ja. Durf je de witch aan? Denk ja. Ja, dan gaat het lukken, denk je? Erik? Ja. Oh, je klinkt heel onzeker. Kom je naar boven? Word je aangevallen? Ah. Oh nee! Flashback! Ik ben er nog. Hoe? Erik alleen gelaten, sorry Erik. Oh! Je wacht wel eens, Stinky. Samen aanvallen. Anders gaan we samen delen. Erik, had je al een iron sword? Ik heb... Looking at my sword. Oh, ik hoorde een explosie. Wie deed ja, dat? Ja, dat ben ik. Dat, ik heb... Was je gezegd met creepers en met... Ik hoorde nog één. Waar zit je? Met de grond nu nog. Oh. Als je zeg maar... Loop maar achter ons huis. Ga maar achter ons huis. Eerst naar boven komen. Ja, aan de achterkant. Ja. En dan wacht hij. Zie je me staan? Ja, wacht hier. Ja. Oké. Heb je een zwaard en aantocht? Ik heb een hakbel. Hier. Ja, maar... Oh. Iron. Ja, maar je moet meekomen, want daar is niet de dingen. Oh, kijk, ja. Kom mee. Nee, maar... Moet ik hem aanvallen in mijn eentje? Nee, Erik, kom, moet ook. Jij ook. Sender. Oké, waar is die? Oeh. Hij is daarachter, hij was net daarachter. Kom. Hij zat net toch beneden waar in de kelder? Jullie? Ja, buiten. Buiten. Volg de pad, voor het pad. Ga naar het meer. Pad. Het meer. Hij zit hier in de buurt. Een sugar cane. Oh, ik zie jullie al. Ja hoor. Hij zat hier net, Roy. Lopen die beesten snel, of niet? Lopen ze snel, Roy? Waar wel? Zitten ze niet hier? Zo! Wat? Jij hebt wel pijlen in je. Is ze niet hierin gelopen, oh, ja. Of zo? Hey, misschien... Oh, ik zie touw pas. Misschien, hier stond hij. Misschien naar binnen, hè, Roy? Oké, ik kom, ga naar binnen. Oh, het gaat weer naar buiten ook. Oh. Dat is een korte duur dan. Dat apart, joh. Even kijken, hoor. Al die bloemetjes. Mooi, hè? Die omgeving die ik heb gekozen hier. Nou, hele mooie omgeving, een hele super kleurig. Ja, hè? Wat een super... En daar is zelfs een zwevende boom. Op een stuk zwevend, zie je het? Oh, wauw. Is dat echt zo? Of is dat... Hè? Nee, toch? Ja. Kijk nou. Dat heeft iemand gebouwd, toch? Kan niet anders. Nee. Dat is echt Minecraft, hoor. Oh, wauw. Mooi, zeg. Believe me. Oh, kijk hoe een mooie omgeving hier. Wauw, kijk nou. Wat schapen. Alles kan er ook bij jullie ook. Maar kijk, wat een mooie omgeving hier. Je had ook echt een mooi, mooi uitzicht, joh, als we hier een huis hadden gebouwd, Roy. Dat is zo inderdaad. Oh. Zo. Moet je wel die boom weghalen dan daarboven, dat blok. Nee, joh. Vind ik niet mooi. Vind ik wel leuk. Oh. Nee. Kies voor mij. Wat doe je? Oh, Kippie. Lok hem mee. Heb je wortel? Of nee, wat doen we? Nee, je oh, moet zaad. Hebben. Ik heb zaad. Erik, ik heb zaad. Ja, ik ook. Oh, lok hem mee. Wat is dat zwarte daar? Oh, een paard! Een ezel. Kom maar. Ik ga naar het ezeltje. Kom maar.
Kom maar. Ik houd van je. Kom maar. Robby? Mijn. Robby, weg. Nee, is voor mij. Oh, jij ziet een paard. Mijn paard. Ja, ga maar weg, Robby. Mijn paard. Kom maar. Ik noem hem Vlekkie en het is mijn paard. Robby, ga weg. Robby, weg. Goed zo. Mijn paard. Maar hoe kan ik hem temmen dan? Want ik heb geen zadel. Ja, dan... Kan ik het allemaal oprijden? Wacht. Kom. Wat kan ik... Wacht. Kom maar. Ik zit er wel op. Kan je hem dan wel gehoorzamen, of niet? Zonder zadel. Gaat dat, jongens? Ik heb toch twee kippen. Kan ik hem, kan ik hem zonder zadel gehoorzamen, of niet? Zonder zadel, lastig. Maar ik zou er gewoon constant op blijven springen, zeg maar. Ja, hè? Lief. De deur gaat hij ook van je houden. Heb je een wortel bij je? Hij wil me eraf halen, maar ja, nog steeds. Oké, ik probeer het, ja? Kom maar. Nog steeds? Oké, wanneer gaat hij van me houden dan? Kom op. Hou van me, paard. Hou van me. Ik ben er voor je. Ik ben je grote vriend. Ik ga je verzorgen. We hebben een mooi huis en we hebben jouw eten en we hebben alles voor je. Kom maar. Hij donder me elke keer eraf. Ik weet niet hoe lang dat duurt. Nou, het duurt wel even. Kom maar. Ja? Duurt het even, ja? Ik wel. Ja, houd van me. En nu? Ja? Kan ik hem nu besturen? Het leren kippen hier. Ik heb geen leash en volgens mij, je kan geen leash maken. Je kan die alleen maar vinden in grotten. Hoe kan ik hem nu besturen dan? Niet. Oh, dus ik moet nou erop uitgaan dat hij ergens naartoe gaat. Hallo? Van je wegloopt. Kip, kom. Komt hij niet achter me aan nu? Oeh, nee. Daar zijn ze. Stom paard. Maar. Kraatje. Ik dacht dat we vrienden waren. Hij is wel heel mooi met Vlekkie. Kom maar. Die octopus maken ook geen geluid, hè? Beetje jammer dat. Ja, altijd. Echt jammer. We hadden wel een geluidje moeten toevoegen nog. Stom paard. Zoals? Ja, gewoon... Hippie. Ik zie een sign staan. Is dat normaal? Twee signs. Wat? Staat erop dan? Yes! Bezoek komen. Ja, dat is het. Ik zou het leuk vinden als jullie even op bezoek komen. Wat? Huh? Huh? Staan hier twee signs. Oh, nog, nice. Nog een sign hier. Dan is er iemand geweest. Is dat... Bijna hoor, niet huilen. Wat de hel is allemaal signs hier, joh. Ja, dat is eigenlijk... Oh, wat een mooie omgeving. Wauw, iemand heeft een pad gemaakt. Kijk nou, met allemaal signs. Die moet je allemaal volgen. Het is gewoon een... Hè? Nog even lopen, je bent er bijna. Nou, ik ga eens kijken wat het is. Loop nu deze trap op. Ik ben benieuwd hoor. Want ik... Bijna? Dat is iemand die vlak bij ons huis heeft iets gemaakt. Hoortje. Bijna niet huilen. En dan zit je daar. Ja, dat is het. Ik zou het leuk vinden als jullie even op bezoek komen. En waar dan? Waar is het bezoek dan? Zit hier een huis? Ik zie daar wel een grot. Oh, nog een paard. Oh, wat mooi, hé. Maar wat droppen paarden dan? Leather? Kan je daar geen zadel van maken? Nee, niet opmaken! Oh, een bruin schaapje! Volgens mij kan je geen zadel maken en ook geen leash. Volgens mij kan je alleen maar vinden. Jammer. Je moet je echt vinden in grotten of in dorpen, echt. Moeten we een village dorp een keer zoeken? Zoeken dan, denk ja, als ze nee, nog ja, niet, ik heb gevonden. Wat hier. Dan? Meest zwarts huis. Team Cactus. Nice. Nou, nu ga... weet hij dat hij dicht bij ons in de buurt zit. Oh jee. Ik ga hem... Oh, ik kan geen bordje plaatsen, want ik... Kan ik op zijn crafting table? Ja. Maak eens een verblijf voor die kippetjes. Oh, je hebt hem gelokt, serieus? Twee kippetjes. Wacht even, ik ga even wat hout zoeken dan. Oh, Jan, schrijf wat hout zoeken. Ik heb hout, maar... Ik zeg dan... Hier, ook woed, Roy. Hier. Oh, wacht. Thanks. Ik kan niks plaatsen hier. Waarom kan ik niks plaatsen? Ik kan geen sign plaatsen. Oh, nice. Leuk huis. Vincent. Oh jee, we hebben er drie. Zo. Wat? Slash home, home. Oh. Moet ik nog een tuin maken voor ze? Zal ik... Oh. Zullen we een tuin maken?
En dan, wacht, en dan maak, achter een hok met fans. Ja? Ja, ik maak mensen. Ik maak ook fences en zo. Oké, cool. Want ik heb heel veel oakwood. Ik heb een hele stack dingen omgehakt. Maar ik ben vergeten om die. Om al die dingen op te pakken. Wacht even. Oh, ik schrik. Hoezo? Ja, omdat Vincent voor me kwam lopen. Dus. Oh. Echt, hè? Ik word weer niet gewaardeerd. Nee. Oh, iemand heeft hier allemaal bomen geplaatst al. Mooi zo. Oh, daar is die. Hallo. Oh. Heb je nog wat... We moeten echt eieren vinden voor een bucket, hoor. Als we een bucket hebben, kunnen we echt... Ja, we hebben toch heel veel bij eieren. Me thuis. Heb je eieren? Ja, bij me... Okay, oh ja, we hebben ook eieren. Maken. Heb je nog wat, Dan moet een bucket maken voor een nieuw farm. Hey, Kip, kom eens hier. Kip, niet de kelder in. Oh jee, hou hem tegen. Weg, Kip. Heb je de deur dicht doen, jongens? Ja, dat heb ik al. Hier. Nee, Robin niet. Kip. Ik ben een hek aan het maken. Of ja, is goed. Ben je een hek aan het maken? Oké. Okay. Ja, dan moeten ze blijven, hè, die kipjes. Nou, kom hier. Okay, nou. Kom maar, breng ze maar hier. Met je zaad. Kom. Waar ben je? Ja, binnen. Maar die kippen willen niet huis. Hier. Dit is onze externe farm, is dit, jongens. Maar we gaan een grotere maken. Als je een bucket hebt, dan kunnen we dat met water vullen. En dan ga ik van schaven. Oh, dan gaan ze op. Ik hoor ze trippelen. Oh. Ja, kom maar. Oh. Kom maar. Waar is die bak? Hier. Oh, hier. Ik heb 4 broden, jongens. Ik ga weet niet of je ze door een venster krijgt. Kom. Kom, stomme kip. Kom tot er één. Kip. Hier. Looking at my kip. Looking at my kip. Tiet. Hij heeft geen zin meer, volgens mij. Kip. Jawel, komt hij weer. Ho, open. Ho. Kom maar. Ho. Ik hoor hem trippelen. Ik hoor hem trippelen. Bam. Ha. Hebben jullie een kompas? Nee. Oh, hier zijn er kipjes nog. Ja, dus zitten de... Ja. Moet ik ze even lokken? Kom maar, hier. Ik heb seed. Kom maar. Oh, kom maar. Kom maar. Kijk nou, die kleine ook. Kom op, lopen. Kom dan. Leg je zaadleiers, hier. Geef hem wat. Oh. Hier. Hij wil bij mij zien, hij houdt van me. Ah. Oh, ze gaan wat verder weg dan ik dacht. Hé. Hey. Ze gaan natuurlijk hier naartoe, want hier zit natuurlijk heel veel zaad. Oh, stelletje zaadleiers. Zaadleiers. Kom maar. Kijk, mevrouw. Kijk, hij houdt van me. Kijk, hij volgt me. Oh. Kijk, Erik, ze volgen me. Waar moeten we heen? Nee, weg. Ja, ik heb de zaad weggestopt. Oh, nee, ik een zombie. Ja, ik heb de zaad weggestopt. Oh. Komen ze niet meer? Zaad, hier, volg hem. Hier, volg hem. Kom maar. Kippie. Rond, kip. Ja, weg. Ja, goed. Ja. Uitweg. Ja, ik ben er. Ja? Ben weg. Ja? Kom maar, die ene nog, die kleine. Kom, kleine. Au, ja! Ja, oh, binnen! Oh, ze zijn binnen. Yes. Nice. Shit. Leuk, Robby. Pin. Wow. Wat? Natuurlijk donker. Ja, leuk s'nacht. Dat hoe dat eruit ziet. Ja, een klein hokje, joh. We kunnen het beter groter maken nog. Ja, dat wel, maar we hebben nu 3 kippen, zeg maar. Goed, jongens. Jij kan tellen. Robby kan tellen, jongens. Oh. Nou, weet je wat mijn zusje toen heeft gedaan? Heeft ze een gat van ongeveer 2 hoog gemaakt in de grond. Oh. En heeft ze daar zoveel kippen in gestopt. Ja. Ze allemaal door elkaar in liepen. Echt niet normaal. Je hoorde allemaal getrippel en zo. Ik heb een kip. Ik heb een eigen kapot gemaakt. Kwam er een kleintje uit. Oh. We hebben er 4. Oh. Kunnen we even slapen, jongens? Oh, goed idee, ja. Dan gaan we de video weer beëindigen. Oh. Dames en heren, we gaan slapen. Voor een leuke video, geef natuurlijk een groen duimpje. En vergeet ook niet een leuke comment achter wat jullie van deze aflevering vonden. Een beetje ontdekkingsreis was het vandaag. En tot de volgende video op Roy en Vincent Survivalen. Overleven met Roy en Vincent. En natuurlijk ook met Erik, stiekem, hè? Ja, nu met Erik. Nu ook met Erik. Doei doei! Bye. Voor al die zombies. Ja, die kip ook.